Zaterdag 4 december. Dit is het TV Gelderland Nieuws. Drie overvallers dringen verkleed als Zwarte Piet een woning in Beuningen binnen. Ja, dat ze daar binnengekomen zijn. En dat ze geslagen hebben. En een loyale pistool bij haar. Velen moeten er niet aan denken met dit weer buiten slapen. Maar in Voorthuizen doen ze het vrijwillig voor het goede doel en... Het is ook een mooie ervaring om te ervaren hoe het is om dakloos te zijn. Sinterklaasfeest voor tientallen Gelderse kinderen in Openluchtmuseum. Goedenavond. Twee opmerkelijke en gewelddadige overvallen in nog geen dagtijd. In Beuningen drongen gisteravond drie overvallers, verkleed als Zwarte Piet, een huis binnen. En in Nijkerk werd vanochtend in alle vroegte een marktkoopman overvallen toen hij naar zijn werk wilde gaan. In alle vroegte in deze straat in Nijkerk is een marktkoopman overvallen door drie mannen. De koopman loopt van zijn huis naar zijn auto en wordt in elkaar geslagen. Zijn geld raakt hij ook kwijt. Het gaat om een geringe buit. Slechts wat wisselgeld. Het enige wat we tot nu toe weten is dat het om zeker drie jongens gaat in de leeftijd van 18 tot 20 jaar met een Marokkaans uiterlijk. Bij de overval is volgens de politie behoorlijk wat geweld gebruikt. De 58-jarige marktkoopman ligt met verwonding aan zijn hoofd in het ziekenhuis. De overvallers zijn nog spoorloos. In deze straat in Beuningen is het gisteravond ook goed mis. Drie overvallers dringen het huis in. En ze zijn opmerkelijk vermomd, namelijk als Zwarte Pieten. Eenmaal in het huis volgt een vechtpartij. De buren schieten te hulp als ze het lawaai horen. Ja, dat ze daar binnengekomen zijn. En dat ze geslagen hebben. En een loyale pistool bij haar. En kogels hebben ze al gelukkig gevonden. Opvallend aan de overvallers is dat ze Duits spreken. Na de vechtpartij zijn ze gevlucht en ze zijn nog spoorloos. De Verkeersinformatiedienst waarschuwt weggebruikers vanavond voor ijzel. De verwachting is dat de sneeuwval overgaat in regen. De sneeuw heeft vandaag voor weinig problemen gezorgd op de Gelderse snelwegen. Wel reden bussen en treinen met behoorlijk wat vertraging. Met min 10 graden buiten in een doos slapen. De meeste mensen laten dat wel uit hun hoofd. Maar in Voorthuizen sliepen afgelopen nacht zo'n 35 jongeren wel degelijk vrijwillig buiten. Ze zamelden geld in voor het goede doel. In. Anders zetten die doos er gewoon op. Piepschuim, matrasjes, dikke kleren en warme slaapzakken. Terwijl half Nederland met een dekentje en een kop warme chocolademelk voor de tv zit, ziet de vrijdagavond in Voorthuizen er heel anders uit. 35 jongeren van de gereformeerde kerk zijn druk bezig met het klaarmaken van een doos om de nacht in door te brengen. Ligt lekker? Ja, lekker. Is ook lekker warm. Dus. Meen je dat nou? Ja. Je kan je toch niet menen? Nou, niet helemaal, maar het is warm genoeg. Vanaf één nachtje, dus veel van maakt niet uit. Het doel van de actie is geld in te zamelen voor straatkinderen in Bolivia. De jongeren hebben zelf sponsors gezocht. Daarnaast wordt er tijdens de avond geld verdiend met het verkopen van soep en chocolademelk. Ja. Vertel eens, waarom doe jij mee? Omdat de kindjes in Bolivia hulp nodig hebben. Mm-hmm. En het is ook een mooie ervaring om te ervaren hoe het is om dakloos te zijn. En dat je als je in een doos moet slapen en zo, dan kun je het ook zelf meemaken en dan weet je ook waarvoor je het doet. Even later gaan de eerste deelnemers slapen. Maar anderen keten liever nog even door. Waar komt dat? De volgende ochtend komt iedereen langzaam zijn bed uitrollen. Heb je lekker geslapen? Nou, het was heel koud. Ik kan me voorstellen, je bibbert helemaal weg hier, of niet? Ja. Goedemorgen, je ziet er niet van slaperig uit. Zo voel ik me ook. Maar niet iedereen is slaperig. Er zijn erbij die nog energie voor 10 hebben. En jullie kunnen maar geen genoeg krijgen van die dozen. Nee, dat klopt. Het lijkt wel alsof je 10 uur geslapen hebt, nog energie zat. Ja, we hebben niet geslapen. En dan is het tijd voor het ontbijt. Maar eerst wordt er gebeden. Heer, dank u wel dat we het mee mochten maken. Dat we een beetje konden ervaren hoe het is om geen dak boven je hoofd te hebben. De actie heeft zo'n 3000 euro opgeleverd. Of er volgend jaar weer een nacht zonder dak wordt georganiseerd, is nog niet zeker. Eerst maar eens bijslapen van deze keer.
Vliegmaatschappij Ryanair heeft alle vluchten van en naar Spanje geschrapt vanaf vliegveld Wezen, net over de grens bij Nijmegen. Ook op Portugal wordt niet gevlogen. In Spanje was vandaag een wilde staking van de luchtverkeersleiders. Ryanair heeft alle reizigers ingelicht. Gedupeerden kunnen hun vlucht omboeken of hun geld terugvragen. Het was één groot feest vanochtend in het Openluchtmuseum in Arnhem. Omroep Gelderland nodigde 100 kinderen uit om Sinterklaas te vieren. Het feest was bedoeld voor kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Luisteraars en kijkers van de Omroep zamelden vorige week nog duizenden cadeautjes in die de Sint mocht uitdelen. We hebben natuurlijk ontzettend veel cadeautjes binnengekregen dankzij onze luisteraars en kijkers en ook veel bedrijven die hebben gesponsord. En nu is het zo dat heel veel van die cadeautjes die over zijn, die zijn naar een goed doel gegaan. Naar kinderen die te lijden hebben van de ramp in Tsjernobyl. En daarnaast was er nog heel veel over en dat is naar de voedselbank in Apeldoorn gegaan. Zo, wat een stapel hé. Dit. Stempelkussen, pistool, tekenboek. Ze waren om 6:30 al wakker of dat wel naar Sinterklaas ging. Dus, Heel leuk. Wat is er leuk? De cadeautjes. En ze hebben wel 5 cadeautjes gekregen. En ze zijn zo blij. We hebben natuurlijk Sinterklaas met een grote delegatie. Maar er is een schminkster die de kinderen van allerlei mooie gezichtjes voorziet. Er is een ballonnenkunstenares die ook van alles kan doen met ballonnen wat je je niet kan voorstellen. En er is een chocolatier die ter plekke hier chocoladeletters spuit die de kinderen mogen versieren. En schaatsen natuurlijk, want vandaag is de ijsbaan opengegaan van het Openluchtmuseum. En dan kunnen de kinderen zich fijn even afreageren zo dadelijk, want dat is wel nodig. Ja, ik ben alleenstaande moeder en in de schuldsanering. Dus ik vind dit een ontzettend mooie mogelijkheid dat hij toch een dagje... dat heeft hij gewoon verdiend. Meer beelden van het Sinterklaasfeest kunt u vinden op onze website www.omroepgelderland.nl. Vitesse verloor gisteren voor het eerst onder de nieuwe trainer Albert Ferrer. Uit tegen FC Groningen werd het 4-1. Het enige Arnhemse doelpunt werd gemaakt door Marcus Pedersen. Na afloop van de wedstrijd was de teleurstelling bij de Vitesse-spelers groot. Ja, we hebben alles weggegeven. We hebben de duels niet gewonnen, vooral op middenveld, denk ik. En dan verlies je de wedstrijd met 4-1, wat eigenlijk totaal niet nodig is. Losing here at Groningen, that's disappointing. Yeah, before the match we talk about to play the football that we did do in the last matches, but we didn't get the ball at the ground today and we lose the war also, so yeah. En misschien is er een passie om te winnen. We moeten er alles aan doen om de wedstrijd door te komen na 0-0 eerste helft, wat dan eigenlijk helemaal niet slecht is. Ja, en dan verlies je 4-1 en dat is heel zuur. Ja. Well, you make a beautiful goal, isn't it? Yeah, it's beautiful. But it doesn't matter so much when you lose 4-1, so... Zometeen, voor degenen die niet kunnen rijmen en dichten, de poëziecourier kan uw probleem helpen verlichten. De Veluwezoom wordt de komende 3 jaar grondig aangepakt. Natuurmonumenten legt een 10 kilometer lange heidecorridor aan tussen Velp en Terlet. Ook worden de bomen weggehaald om te voorkomen dat heide dichtgroeit. De aanpak moet de natuur ten goede komen. De A28 bij Hierden is vanochtend korte tijd afgesloten geweest omdat er een auto van de weg was geraakt. De 4 inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Omdat een traumahelikopter op de snelweg moest landen, is de weg richting Amersfoort korte tijd dicht geweest.
Het is duidelijk wie deze tekst langs de A12 bij Ede heeft aangebracht. Hopelijk kunnen de zure christenen dit een beetje waarderen. Wij vinden het in ieder geval helemaal zout. Het gaat om enkele jongeren van de Baptistengemeente in Ede die om de 6 weken een jongerendienst organiseren. Elke keer beginnen ze met een ludiek filmpje. Ze schreven Jezus is zout in de sneeuw, omdat Jezus in de Bijbel zijn volgelingen het zout der aarde noemt. Stefan Groothuis uit Voorst heeft in China de wereldbekerwedstrijd op de 1000 meter gewonnen. De schaatser noteerde met zijn tijd een baanrecord en neemt in het wereldbekerklassement de leiding over van Shawnee Davis. De Amerikaan ontbrak dit weekend op het ijs. Wethouder Wolterink van de gemeente Oost-Gelre is gestopt met zijn werk bij koffieshop Jemig de Pemig Mozes Kriebel in Almelo. Hij was voorzitter van de stichting die de wietwinkel exploiteert. In overleg met burgemeester en wethouders heeft hij zijn functie neergelegd. Wolterink blijft tot 1 maart nog wel accountant van de koffieshop. Nieuws uit Gelderland. 7 dagen in de week. Kritisch, objectief en betrokken. Een groep jongens terroriseert Arnhem-Zuid al enige tijd met straatovervallen. In de laatste paar maanden zijn er zo'n 10 brute overvallen gepleegd. Het signalement van de daders is telkens hetzelfde. Nou, wat ons iedere keer weer opviel was inderdaad in de signalementen dat het ging om jongeren die jassen droegen met bondkragen. En dat was dan iedere keer eenzelfde soort groepje. En zo'n soort groepje hebben we gisteravond ook aangetroffen. Toen zijn 4 jongens aangehouden na een mislukte beroving. Of deze jongens ook daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor de eerdere overvallen, wordt nog onderzocht. Morgenavond is het zover. Dan is het pakjesavond. Kinderen krijgen dan altijd cadeautjes van de Sint met een mooi gedicht erbij. Maar volwassenen maken vaak surprises voor elkaar. En ze moeten dus ook dan zelf rijmen. En dat is elk jaar weer een behoorlijke klus. Daarom is er nu de Poëziekoerier, die gedichten aflevert op bestelling. Madrid, 5 december 2010. Sint weet je dit te geven, iets wat jou en mij verbindt. Ja, natuurlijk is het een gedicht. Piet schreef er ook een paar. Voor de lach op je gezicht, je bestemming, zonneklaar. Heel mooi. Dankjewel. De Poëziekoerier is een idee van de Nijmeegse dichter Marjolein Pieks. Zij maakt binnen 5 minuten een Sinterklaasgedicht op maat. Ik krijg steeds meer verhalen te horen dat gedichten schrijven enorm moeilijk schijnt te zijn. En dan komt de hulp Sint te hulp. Het hoeft helemaal niet zo lastig te zijn of mensen hoeven er ook helemaal niet tegenaan te hikken. Het kan gewoon meteen instant. En waarom laat je nou zo'n gedicht maken? Waarom doe je het niet gewoon lekker zelf? Ja, het is modern, hè? Geen tijd meer. Bezig met school. Druk, druk, druk. Ja. Zoals men de kunst verstaat om beelden te scheppen met het gevoel. Zo weet de Sint van elk gedicht het creatieve doel. Wat helpen wij je graag ieder doel te bereiken en wat zijn we trots op jouw kracht. Als straks dit cadeautje mag gaan prijken, weten wij dat jou de liefde wacht. Heel goed. Oh, ja. Dan gaat je moeder toch nooit intrappen dat jij dat geschreven hebt? Daar heeft hij helemaal gelijk in. Daar zal ze zeker niet intrappen. Ten eerste al het handschrift wat gewoon veel te net is en daarbij ook die zinnen die kloppen veel te goed in het ruimte. Dus ja. Het gedicht op bestelling kan zelfs worden thuis bezorgd. Maar een beetje gedicht kost wel wat. Dat kost 7,50, niet een beetje duur? Ja, nou ja, is het waard? Als het aan een lief persoon geeft, dan is het meer dan waard. Ja. En dan tot slot het weer met Jordi Bloem. De weerspreuk ochtendrood water in de sloot was vandaag helemaal van toepassing. Het water kwam in de vaste vorm, in de vorm van sneeuw omlaag. Maar uiteindelijk gaat het op steeds meer plaatsen wel regenen, want de dooi gaat intreden. Vanochtend vroeg heeft het op sommige plaatsen nog matig gevroren, boven de sneeuw met weinig wind en opklaringen. Maar uiteindelijk raakte het overal bewolkt en begon het op steeds meer plekken intensief te sneeuwen vanmiddag. Vanavond sneeuwt het ook nog wel even door. Vannacht krijgen we een mengvorm van sneeuw en regen, misschien ook even ijzel. Want minder koude lucht is onderweg naar onze omgeving. Met een zuidwestelijke stroming wordt de lucht vanuit Frankrijk aangevoerd en deze storing in de Golf van Biscay komt er ook nog aan met regen. Daar hebben we morgenochtend nog mee te maken. Maar morgenmiddag gaat het opklaren. En ook tijdens het heerlijk avondje is het droog. Komende nacht een mengvorm van sneeuw en regen. Mogelijk eerst even ijzel. De luchttemperatuur gaat weliswaar tot iets boven nul oplopen. De wegdektemperatuur kan nog even onder nul blijven. En als er dan regen opvalt, kan die bevriezen. Dus vandaar de waarschuwing. Maar in de loop van de nacht dan verdwijnt de gladheid. Want dan gaat ook de temperatuur van de lucht boven nul.
Maar het zou kunnen zijn dat we morgenochtend ook nog wel wat winterse neerslag hebben. Regen en natte sneeuw. Vooral in het Rijk van Nijmegen en in de Achterhoek, denk ik. Voor de rest regenachtig. Maar 's middags vanuit het westen enkele opklaringen. Dan probeert de zon er doorheen te komen. Dat gebeurt het laatst in de Achterhoek en het Rijk van Nijmegen. Maar de neerslag trekt 's middags naar Duitsland weg. In de dooilucht wordt het 2 tot 4 graden. Warmer is het niet. Met een zuidwestelijk briesje kracht 2 tot 3. Volgende week wordt het opnieuw kouder. Met een oostelijk windje op maandag en dinsdag. Waarschijnlijk hardnekkige lage bewolking en mist. Dat drukt de middagtemperatuur. Misschien zelfs een ijsdag weer op dinsdag. Na een nacht met matige vorst. Ook woensdag blijft het behoorlijk koud. Misschien dat dan de zon weer af en toe doorbreekt. Ook op donderdag kunnen we een paar opklaringen verwachten. Maar mogelijk ook een enkele winterse bui. En de middagtemperatuur gaat dan weer enkele graden omhoog. Maar 's nachts blijft het voorlopig vriezen. En zojuist is bekend geworden dat de Montferland-run in Serenberg morgen niet doorgaat. Gisteren werd het parcours nog volop sneeuwvrij gemaakt. Maar door de verwachte ijzel kan de organisatie de veiligheid van de lopers niet garanderen. Heel graag tot morgen en voor nu nog een fijne avond. Hier.